Hoi, ik ben Maxime. Hey, ik ben Fred. Hi, ik ben Bibi en ik ben er weer voor een hele leuke Q&A. En ik hoop dat jullie leuke vragen hebben ingezonden en dan gaan wij ze beantwoorden. Niet lachen, want dan ga ik ook lachen. Het is wel belangrijk dat je wel goed antwoord geeft, man. Ja. Je kan dit denken. Maar ik moet eerst wel van mijn haar ontvallen. Ja, dat kan gewoon. Hoor, is er nog wel een was? Het ziet er wel een beetje wit uit. Ja? Ja, komt omdat Fred zo bruin was. Ik ben wel zenuwachtig. Ben je zenuwachtig? Nee. Ja. Mijn haar zit wel goed, toch? Kijk maar, het ziet er een beetje zo. Nee, boeien. What the fuck? Mijn Q&A. Ja. Get ready. Nee. Nee? Of ik er zin in heb? Nee, want ik vind het heel awkward om voor de camera. Altijd. Ja, ik heb er heel erg zin in. Ik vond de vorige Q&A leuk en ja, ik ben benieuwd of deze vragen dan een keer wat anders zijn. Nee. Punt. Nee. Nee, ik heb nog steeds met mijn vriendje Marten een relatie. Broodje kroket. Broodje kroket met mosterd. Broodje kroket. Lief. Intelligent. Dat weet ik niet. Koppig? Ja, ik vind jou wel koppig. Of is dat niet goed? Oh, oh nee, dat vind ik zielig. Oké, doe even die eruit dan. Lief. Pasky is knap. Nintendo Switch. Switch. PlayStation 4. PlayStation 4. Nee, ik denk Nintendo Switch. Ik denk dat de Space Star leuker vindt. Zeker, elke dag. Nee, maar wel minimaal één keer per week of zo. Ik ben heel emotioneel. Maar ook gewoon als ik iets moois op tv zie, hè? Een hond of zo. Ja. En wat moet ik toen met die vraag doen dan? Bevestigen dat ze is. Ja. Ja. Amsterdam. Voor altijd in Arnhem. Utrecht. Want ik studeer ook in Utrecht. Ja, nee, ik zou niet voor altijd in Arnhem in ieder geval willen wonen. Weet ik niet. Ik weet het echt even niet. Wat? Papa. Deze vraag is al een keer gesteld. Dat heb ik David Beckham gezegd, maar die wil ik corrigeren. Ik vind Drake de knapste man die er is. Zac Efron vind ik ook. Maar hij lijkt ook een beetje paskie. Messi? Nee, Ronaldo. Ze hadden voor mijn gevoel verschillend. Maar ik vind Ronaldo wel echt een knappe man, maar ik heb hem nooit zien spelen, maar Messi wel, dus ik ga dan voor Messi. Ik denk Ronaldo. Zo perfect. Zo, die vind ik moeilijk. Pizza, ravioli, alles. Frietje, oorlog, tosties. Ik ben vandaag brak. Ik heb vandaag een appel en een croissant gegeten, maar normaal eet ik gewoon echt wel vettige dingen. Echt, dan wil ik echt gewoon liefst gewoon frituurvet in mijn mond houden. Dat is gewoon lekker. Ik echt. McDonald's of frietjes en sowieso een blikje cola. En kippensoep, want dat is echt fucking goed als je brak bent. Met water en paracetamol en een blikje of een
flesje AA. Dan ben je weer de oude. Dit was de Vragenvuur en jullie hebben vragen ingezonden. Dus nu gaan we met z'n drieën bij elkaar zitten en gaan wij met z'n drieën jullie vragen beantwoorden. Huh? Ja, zit hier op zeg maar beneden. Nee. Nee, hier zijn allemaal verschillend. Ja. Qua uiterlijk. Dus we zijn allemaal mooi op onze eigen manier. Wat een goed mooi antwoord, zeg. Ja. Ik ben het helemaal mee eens. Ja. Ja, ik ook, eigenlijk. Ik vind Bibi het knapste op haar manier. Ja. Maar ik vind Fred ook weer het knapste op haar manier. En ik jou ook. Dus. Jouw maar ja, ik jou niet. Ja, klopt. Beetje te veel pak. Ja. Ik zou op deze manier niet met hem daten, hoor. Ja, ik weet niet eens wie deze jongen is. Nee, ik ook niet. Frank Slot is zeg maar, iedereen zegt dat hij date of zo. Dat heeft hij een keer voor de grap gezegd. Dat zeg ik in altijd, interview altijd op foto's met Marten, maar ze is al Ed Frank Slot. Ah oh, ja. Nee. Nee, heel veel, maar allemaal hieronder. Nee, oké, okay, nee, dit kan ook echt niet. Jawel. Dat vind ik pas oké. Okay. Ik deed zo, nee. Ik heb nu serieus, jullie hebben echt nog nooit wat gepakt? Nee. 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 Ik. Ja? Ja? Nee, ik denk... Ik weet het echt niet. Ik sowieso. Ik maak daar ben ik echt heel zeker van. Ik maakte een keer een eigen goal dat ik had gescoord. Fred, dat zei je vorige keer ook al. Ja, maar dat is sowieso. Dat is nou, mijn enige FIFA-ervaring. Ik speel het soms als bij Marten, maar ik ben niet heel goed. Nou, ik denk dat hij zich soms ook een beetje zo gedraagt. Maar... Oh. Of is het heel gemeen? Nee, dat is wel eerlijk juist. Nee, hij is wel zeg wat je denkt. Nee, hij is wel heel lief, maar ik denk niet dat iemand per se de ideale schoonzoon is. Ja, Marten is altijd gewoon keurig en netjes. Nee, goeie gozer. Denk Fred. Ik denk Bibi. Of Bibi. Bibi sowieso. Ik ben nou, laatste tijd echt, ja, nu toevallig voor deze Q&A, maar voor de rest eigenlijk normaal. Ik ben, nou, ik draag de laatste tijd steeds minder make-up. En ik ga altijd gewoon make-uploos naar school. Dus ik sta op, ga douchen. Okay, dan ben ik maak me echt bijna nooit op, dus ik ben het zo. Ik steeds minder, dus Bibi het meest. Oké. Okay. Maar het komt ook wel omdat jij bent meer gedetailleerd qua make-up en zo. Snap je? Bij jou moet toch alles recht en goed zitten. Bij mij flik het gewoon op. Ja. Bij deze dus, Bibi. Ja. Per week. Per week. Oh. Wanneer is de laatste keer dat je kipnuggets hebt gegeten, eerlijk? Vorige week. Maar nu is het ook... Ik heb een leuk weetje. Wat dan? Weet laatste dag van de McDonald's. Weet je wat kipnugget is? Zeg maar, al die vormpjes. Nee. Het is een bal, het is een kip. En die andere twee weet ik niet meer. Zijn het echt vormpjes? Ja. Oh. Echt? Ja. Dat wilde ik naar jou sturen. Oh, dat wist ik niet. Wat lief. Maar wat was de vraag? Waarom ik dat zoveel at of zo? Omdat vind je gewoon lekker. Maar zoveel eet ik het eigenlijk niet. Nou, niet meer. Niet meer, vroeger maar wel. Eerst wel. Vroeger denk door papa. Ja. Je weet zeker door papa. Die is zelf een kipnugget. Ja. Zo lekker oranje. Ik ken alleen jou en Frank. Ik ken niemand. Koen. Koen? Nee, Koen die zit er toch niet meer in? Of wel? Ajax. Nee. Nah. Oké, Ajax nu bovenaan. Oh nee, deze. Nee, FC Emmen. FC Emmen. Sowieso bovenaan. Nog steeds? Nee. Die is zo schattig. Oh, van de Graafschap. Van de Graafschap. Die is schattig. Hé, hey, zijn twee dames. Ik denk dat als hij wel later knap is. Ja, denk ik ook wel. Maar nu wel een beetje te jong. Ja. Oh, ik dacht echt, wie is dat? Zo schattig. Nee, dat we een winnaar hebben. Dat is... FC Emmen, toch? Ja, of FC Emmen. Ja. Ja, Paskie sowieso, maar... Ja, is Paskie FC Emmen. Dani heet volgens mij. Nee, Luc Jans. Oh, ja, sorry, Luc Jans. Luc Jans. ja, Fred. Was je dat op school? Nee, totaal niet. In ieder geval naar mijn mening. Ik denk dat het komt door de make-up een beetje. Nee, ik weet het niet. Ik denk niet. Dat Fred ook wel een beetje een resting bitch face heeft. Ja. Nee, ja, maar weet je het is? Ik vind dat altijd zo stom als mensen het over mij zeggen, want ik ben dat echt niet. Nee, Fred is wel denk ik wel het aller, of minst arrogant van ons drie. Ja, zeker. Ja. En komt gewoon door je wenkbrauwen. Ja. Bij mij? Ik heb alleen maar grijze, dus... Ik ook! Nee, donkergroen heb ik. Ik heb wit met grijs en oranje. Grijsje. Dus de grijze vind ik het mooist. Ik de groene. Ik de... Dit met... Hmm. Hij heeft wel getraind, maar... Of
dat nou alles is. Van hoe? Ik zeg ja. Dat zei ik de vorige keer ook. Mario Kart. Ik Kirby. Wat zeg ik? Smash. Ja. Ik denk... Speelde ik met jullie op die hele... Ja. Ik denk Mario Kart. Met een cartridge of zo. Nintendo 64. Ja. Sims. En Barbie paardrijden op jouw computer. Oh my god, ja. Dat was echt zo leuk. Dat was zo leuk, hoor, door dat bos heen, door het verlaat. En ook Lego op de computer. Dat was dat zo leuk. Nee. Oh. Ik vind het wel cool dat je van je passie je baan hebt gemaakt. Yeah. Dus op die manier is het wel heel leuk, natuurlijk. Dat je elke dag naar werk gaat, terwijl je dat eigenlijk je hobby was. Maar dat heb ik nu ook eigenlijk een beetje met mijn werk. Mm. Maar op die manier zou ik het wel willen, maar ik zou niet de hele dag door willen gamen. Nee, ik kan echt ook niet. Wijn. Nou... Maar Red Bull en wodka wel, maar geen Red Bull. Nou, ik zou het zeg maar, als je uitgaat en dan wijn bestelt, dan is dat sowieso echt een goedkope vieze wijn. Zo goed. Dan ben je zo brak de volgende dag, dus dan wodka Red Bull. Ja, duidelijk. Maar bij het indrinken zou ik dan wijn doen. Ik ook. Inderdaad, koppig. Ja. Ja, nogmaals koppig. Maar je bent gewoon echt Je bent heel voorzichtig. Ja. Je bent heel erg... Je vindt drukte niet fijn, je bent heel erg op jezelf, heel voorzichtig, heel... Soms een beetje passief. Ja. Dat. Je doet niks raars in je leven of zo. Het is allemaal gecontroleerd. Ja. Maar dat is ook wel weer goed. Ja, maar je mag soms ook wel een beetje gek doen, toch? Ja. Koen. Yes! Dit is sick! 1000%. We geven wel een uiterlijk, denk ik. Nou, ik denk niet dat dat... We zijn al verzorgd. Nou, ik denk dat wat wij het meest gemeen hebben, is dat wij van een beetje flauwe humor houden en gewoon gezelligheid, dat denk ik. Dat een wijntje. Ja. En lekker hapjes. Ik denk dat we ook allemaal wel gewoon doorzettingsvermogen hebben. En dat we wel gewoon gaan voor het doel dat we zijn. En dat we elkaar respecteren voor hoe we zijn. Dat is denk ik ook gewoon met zusjes. Ja, maar niet elke zus heeft dat. We houden van elkaar. Ja, we hebben gemeen dat we van elkaar houden. Ja. Zo. Hij pestte ons. Wij hebben een verleden samen. Daar word je niet blij van, hoor. Nee. Vlierenhangers tegen elkaar aan gooien. En ruzie elke dag. Waske en ik waren echt ergst met elkaar. Ja. En als ik dan moest huilen, en ik moest inderdaad vroeger vaak huilen. Dan rende hij gewoon achter me aan. Wilde hij me gewoon echt bijna in elkaar slaan, omdat hij zo boos was op mij. Waske en ik hadden we echt vaak ruzie en we vechten echt met elkaar. Was niet alleen woorden, was echt fysiek. Maar dat is inmiddels wel weer goed gekomen. Die jongen. Een meisje, denk ik. Maakt me niet uit, eigenlijk. Ik weet niet. Ik wil het allebei. Ja, ik hoef maakt me niet nog uit wat er eerst komt. Nou, ja. Ik weet niet, ik wil gewoon echt van... baby's, gewoon dat het kleine babyjongetjes zijn. Ik zou juist een meisje eens helemaal leuk willen aankleden. Zo'n mini rokje aan willen doen. En dan zo'n schattig pantietje. Ja, maar dat heb ik bij een jongetje liever jogging. Oh, ik dacht een pantietje bij een jongen. Ja, maar ik zou me helemaal verpesten. En dan wil ik van die kleine sneakertjes aan doen. Ja, dat is wel echt dat heel is zo met allebei. Gewoon leuk. Of een tweeling. Nee, dat zou ik niet willen. Ja. Maxime krijgt sowieso een tweeling. Wel chill, maar ook weer niet, omdat het heel veel geld kost. Ja, natuurlijk. Super trots. Mama maakte mij vanochtend wakker. Piep, piep, piep. Paske heeft top 10 van de wereld zit hij. En hij heeft 30-0 behaald. En ik zei eerst, mam, wat doe je? En toen hoorde ik dat, toen was ik echt wel heel trots. En toen dacht ik wel echt van... Toen ik het berichtje las, zei ik meteen tegen Kim. Ik zei, Kim, moet je horen. Ja, het is echt heel goed. Ja. Blij dat het voorbij is. Ik vond het wel leuk. Ik vond het beetje zoals de vorige keer eigenlijk. Ja. Volgende keer is het misschien leuker als je andere vragen krijgt. Want sommige vragen waren dubbel. Ja. Bijvoorbeeld over dat van Botox, over de make-up, over Frank. Ja. Voor wie het knapste is. Ja, maar misschien is het leuk om bijvoorbeeld... persoonlijke vragen te doen, of echt over het gamen, of over andere dingetjes. Of iets wat jullie willen weten. Ja, echt gewoon dat je denkt van dat interesseert mij, wat doen hun in het dagelijks leven. Om ons beter te leren kennen. Ja. Maar dat boeit ze niet.
dit was het dan voor vandaag. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Vonden jullie dit nou een leuke video? Like hieronder en abonneer hieronder. Thumbs up. En willen jullie ons volgen op Instagram? Follow ons! Dan kan je ons account hieronder vinden. Of wat was het? In de beschrijving.